altijd al een plugin willen hebben die voor jou een wereld gaat maken. Met een hele stad, oftewel eentje met een heel doolhof, oftewel eentje die onder water is, of zoveel meer. Ik zal het jullie vandaag gaan laten zien met deze chique plugin. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met de plugin City World. Het is een plugin die je toelaat om heel makkelijk werelden te gaan aanmaken en eigenlijk steden te gaan ontwikkelen. Heel veel hoop andere dingen te gaan ontwikkelen voor jou. Jij moet helemaal niks doen. Je bespaart uren van werk en je kan heel veel aanpassen. Dus wat je moet doen om te gaan starten is als eerste heel eenvoudig op het Download Now knopje spelen. Dus wat je moet doen om te starten is heel eenvoudig op het Download Now knopje klikken en dit kun je spelen in versie 1.12.2. Dus wat doet de plugin? De plugin gaat er eigenlijk voor gaan zorgen dat hij voor jou een wereld gaat gaan creëren. Zoiets als dit, hij gaat dit voor jou gaan maken in een mum van tijd, in een heel korte tijd. Nu, ik raad jullie wel aan om ook een keertje Multiverse Core te gaan afhalen. Hier staat wel nog altijd versie 1.10, maar het werkt nog steeds op versie 1.12.2. Hebben jullie nooit met Multiverse Core gewerkt of Multiverse 2, dan zal ik een link hieronder of in de hoeken gaan bijzetten met een tutorial van mij. Dus download deze ook een keertje af, start je server op en ik speel in versie 1.12.2. Oké, ik ben terechtgekomen op de wereld. Nu, dit is nog mijn gewone testwereld, zoals je dus kunt zien. Je hebt hier al mijn testing en weet ik veel nog wat. Maar ik ga nu eens een keertje de City World laten zien, want dat is de plugin. Dus als ik slash City World typ, wat jullie nog niet kunnen doen, dan komen we eigenlijk op de wereld terecht, waar een hele nieuwe wereld is. Nu, om een of andere reden kom ik altijd in de grot terecht, dus ik ga eventjes uit de grot gaan. Het is hier precies ook juist donker. Oké, eventjes licht gemaakt. En als we eventjes naar boven zijn gekomen, dan komen we hier al... Oh wow, dat hebben we zelfs nog niet eens gezien. We komen hier al iets tegen en normaal gezien als ik hier naar links ga, of naar hier, hier is het, dan komen we al een stad tegen die zelf gecreëerd is door de plugin. Dit heb ik gewoon volledig niet gemaakt. Dus we hebben verschillende gebouwen al, we hebben straten erin zitten, zoals je kunt zien nog allemaal gekke gebouwen. Soms zijn er wel probleempjes met het renderen van de schaduwen, dus dat is wel een nadeel. Maar je ziet dus, we hebben hier al iets speciaals, we hebben gebouwen. En ook als we in de gebouwen gaan, dus hier kunnen we bijvoorbeeld in een gebouw gaan. Deze staat vrij licht, dus precies een hangaar-achtig. Maar dat gebouw hier tegenover staat dan vol met boeken. Dus je ziet, je hebt hier wegen, je hebt huizen die vol staan. Je hebt ook een hele hoop boerderijen. Wat ik zelf wel chic vind. Oh, er zitten zelfs dieren en al bij gespawned. Oh wow, dat wist ik niet. Dus je hebt eigenlijk volledig werkende boerderijen die je kunt gebruiken. Oh, konijntjes. Je hebt hier eigenlijk alles in zitten. En wat ook nog heel chic is, dat is dat hij mee gaat genereren met de wereld van Minecraft zelf. Dus ook mee naar de bergen en zo gaat gaan. Maar er is nog iets chics. Als ik heel eventjes naar hier, naar de hoek ga, dan zien we hier eigenlijk een put in de weg. Ik ga eventjes hier naartoe. En dan komen we in de sewer. Oftewel... Oh, dat is hier donker. Oké, ik heb eventjes nachtvisie gegeven. En dan komen we eigenlijk in de sewer. Oftewel, waar... hoe noemt dat weer in het Nederlands? Het riool, natuurlijk. Dan komen we eigenlijk in een riool. Jawel, er is ook een riool aangemaakt. En normaal gezien, in het riool zelf, heb je spawners. Die dus van alles gaan spawnen, maar in het riool heb je ook normaal gezien ergens kisten. Dus je kunt eigenlijk het hele riool rondom gaan en even wegdoen. En normaal gezien moet je ook een paar kisten... Ja, daar is een kist, dus we gaan eventjes door deze deur gaan. En dan hebben we een kist waar niks in zit. Dat is gek. Normaal gezien zouden er kisten moeten gegenereerd worden met spullen in. We komen hier zelfs aan bij een grot. Dus ja, zoals je dus kunt zien, dat zit er ook al allemaal bij. Dus je hebt een hele hoop sewers, je hebt dus riolen, je hebt allemaal verschillende steden met dorpelingen. Nu, dit stadje is vrij klein, vind ik. Want ik heb gezien dat er veel grotere steden zijn. Het is telkens anders. Hier zijn we aangekomen, ja. We hebben hier ook een parkje. Wel fijn om te zien dat er ook wat parkjes zijn. We hebben hier ook wat gekke gebouwen. Maar er is nog heel veel meer. Ik ga eventjes gaan teleporteren naar de maze. En de maze is dit. Dat ziet er ook weer heel gek uit. Ik vind het heel raar dat dit er eigenlijk zelfs bij zit. De maze vind ik zoiets minder van het heel gedoe. Dat is eigenlijk een reusachtig doolhof. Met ook huisjes erin. Met ook... grafwerken of zoiets, waar je ook nog in kunt gaan. En normaal gezien gaan hier ook weer kisten zijn.
Ik weet niet of deze vol zitten. Nee, oh, dat is gek. Misschien staat het uit. Misschien heb ik het in de config-file uitstaan dat de kisten gevuld moeten worden. Maar dat kan je ook allemaal zelf kiezen. Dus dit is wel, ja, heel gek om te zien. En je ziet, het gaat mee met de wereld. Nou, deze is niet zo heel schoon. Wat er ook nog in zit, is bijvoorbeeld metro. Nu, dan ga je denken van, ah, oké, dat is een metro. Nee, dat is eigenlijk niet. Dat is een volledige... Oh, wow, zelfs benamingen. Dat is eigenlijk een volledige andere soort van wereld waar heel veel in aanbouw is. Dus zoals je kunt zien, allemaal verschillende kranen die alles aan het aanbouwen zijn. Maar ook een heel hoop nieuwe gebouwen. Ook weer een riool. En heel veel, ja, gebouwen waar je ook zelf in kunt gaan. En in de gebouwen zelf gaan ook een hele hoop spullen al zelf zijn. Dus dit gebouw, als we eventjes binnen gaan... Soms gaat het renderen niet zo heel vlot, maar... Na een bepaalde tijd gaat het normaal wel gaan. Dus we zien hier ook dat hier binnen in dit gebouw allemaal... hallo. Dat hier dus in het gebouw al volledig aangekleed is. Dus we kunnen ook volledig naar boven gaan. En we zien dus dat alles aangevuld is. En dan is er eentje wat heel speciaal is. En dat zit er ook bij. En dat is Astral. Als we eventjes naar Astral gaan, dan spawn ik altijd op de meest gekke plaats. Dus we gaan eens eventjes sneller naar boven gaan. En dan hebben we dit. Dit is ook een wereld die kan gegenereerd worden. De grond is volledig lava met... We hebben... Er lopen paden naartoe. Er zijn... Oh, dat zijn chique dennenbomen. Er zijn dennenbomen... Wat is dit? Oh, dat is glas. Dat zijn glazen gebouwen. Het is misschien voor een wereld die je kunt gaan gebruiken voor een minigame in te spelen. Denk ik. Ik weet niet voor wat je het anders zou kunnen gaan gebruiken. Maar Jens... Hoe maak je nu zo'n wereld? Zoals je dus kunt zien, ben ik eventjes teruggegaan bij de spawn. En hoe maak je nu zo'n wereld? Als je gaat opstarten, kan je eigenlijk heel eenvoudig City World gaan typen. Als je slash City World typt op het begin, gaat hij voor jou een wereld gaan creëren. En daarvoor heb je zelfs geen multiverse core voor nodig. Of hoe ik juist weer noemde. Dus dat kan je ook doen. Maar, als je een nieuwe wereld wilt gaan creëren, moet je MV Create daarna de naam meegeven die jij wilt. Ik wil bijvoorbeeld iets met zand gaan maken, dus ik ga dat eventjes sand noemen. Dan normal, normal met 1 N, normal. Dan gaan we de generator gaan gebruiken van de plugin van City World. Dus streepje G voor generator, City World. En dan, als we gewoon City World typen, dan gaat hij een nieuwe stad gaan aanmaken, zoals we op het heel begin hebben gezien. Maar ik wil nu iets met zand hebben, dus ik doe dubbelpunt. En dan doe ik het volgende, sand dunes. Jens, welke kun je allemaal gaan gebruiken? Welke verschillende werelden kun je aanmaken? Ik zal eventjes het lijstje erbij halen. Je kan deze allemaal maken. Normaal, dat is gewoon de gewone wereld. Destroyed, afgebroken. Maze, wat we daar juist hebben gezien. Astral, wat we daar straks ook hebben gezien, dat heel raar. Sand dunes, wat we zelfs gaan zien. Snow dunes met sneeuw. Floated, dat betekent onder water, komen zelfs ook nog bij. Floating, die werkt niet meer. Dat vind ik heel jammer. Nature en Metro. Nu, floating ga ik zelfs toch nog gaan proberen als het nog lukt. Maar we hebben dus de sand dunes. Ik klik op enter. Dan gaat deze gaan starten met het genereren. We kunnen dat te zien krijgen. Dus hij gaat hier gaan beginnen met de wereld te gaan maken. Wow, dat was heel snel. Dan MVTP naar sand. En dan komen we normaal... We komen inderdaad al bij zand terecht. Dus ik ga eventjes in game mode gaan. En ik zie heel gekke bomen... En we zien ook dat de wereld volledig met zand is geblazen. Alsof weer een zandstorm is geweest. We zien de gebouwen hier tussenin zitten. Ik denk zelfs, als ik eventjes onder de grond ga, dat het ook kan zijn... Ja, de gebouwen gaan gewoon ondergronds... Oh, de wereld heeft moeilijk met laden. Ik zit maar op 200 frames en normaal zit ik op 400 frames. Dus de wereld heeft het vrij moeilijk om te laden. Maar zoals je dus kunt zien, zelfs onder het zand is er ook nog allemaal gebouwen. Dat is wel chic. Weet je wat, ik wil de floated wel eens zien. Dus we doen eigenlijk hetzelfde commando met die MVTP. We gaan gewoon de naam eventjes gaan aanpassen. Ik neem bijvoorbeeld de naam Float van floated. We gaan dan eventjes dit naar floated aanpassen. Floated, wat voelig is. We gaan deze wereld eventjes gaan laten creëren. En dan zullen we eens zien krijgen hoe dat eruit ziet. Daar ben ik wel naar benieuwd naar, hoe dat er eigenlijk gaat uitzien. MVTP float. En dan krijgen we te zien... Oh, ik zit al direct onder water. Wow, hallo. Ik... Oh, wow. Wow. Heb ik mijn nachtvisie nog? Ik heb mijn nachtzicht nog. Dit is op zich chic slash ook maar een platte wereld. Dus het is zo... Nee. Het is ook weer moeilijk om te laden, zie ik. Dus
Oké, de Floated Wereld. Oh, 1.12 physics zien er niet goed uit. En dan 1.12 is het precies onspeelbaar. Nee, niet aan te raden dus. Ik heb nu juist eventjes een floating wereld aangemaakt en ik zie dat de floating generator dus niet werkt. Dus dat vind ik wel heel jammer. Maar er is nog iets bij. We kunnen ook het volgende gaan doen. Dus als ik eventjes opnieuw het mvcreate commando ga uitvoeren, dan kunnen we bijvoorbeeld ook nog een nemen die we nog niet hebben gehad. Nature bijvoorbeeld, dus ik ga dat natuur noemen. En in plaats van normal ga ik dit in de nether doen. Of weet je wat? Ja, nether. Of we kunnen ook de end nemen. Dus we nemen bijvoorbeeld nether. En dan kunnen we het volgende gaan doen. Dus we moeten de city world nature. Dus we gaan eens natuur gaan laten creëren in de nether. Dus ik wil wel eens zien hoe dat er gaat uitzien. Ik heb er totaal geen idee van. Ik heb het nog niet getest in de nether. Dus, wow. Ik kreeg een lag spike. Oké, in de nether was niets te zien en ik zie dus dat nature eigenlijk puur een de gewone wereld is van Minecraft. Gewoon natuur. Ja, oké, dat hebben we dus gehad. Nou ja, dus dat zijn eigenlijk alle verschillende dingen die je hiermee kunt doen. Maar er is ook nog een config-file en de config-file gaat ervoor gaan zorgen dat je verschillende dingen kunt gaan aanpassen. We zien dus al de verschillende schematics, maar we zien ook een config-file. En als we eventjes deze config-file gaan opendoen, dan hebben we hier een hele lijst in. Iedere wereld die je gaat creëren, krijg je hierin. Dus we hebben eigenlijk verschillende opties. Bij de city world wil ik daar wel dat er wegen zijn? Wil ik dat er caves zijn? Wil ik dat er farms zijn? Je kan hier alles gaan aanpassen wat je ook maar wilt. Ook de kisten plus build outside radius. Ik weet niet of de kisten eigenlijk zelfs aanstaan. Ah ja, hier trouwens, die gate roads. Als er wegen half afgebroken moeten zijn of gebouwen half afgebroken moeten zijn, is wel ook chic dat dat erbij zit. Ik zie nergens eigenlijk dat de kisten uitstaan, dus ik vind het gek dat de kisten niet hebben geladen. Maar je kan per kist eigenlijk zelf iets kiezen. Je kunt kiezen hoe de materialen moeten zijn voor iets te kunnen creëren. Dat kan je allemaal hier gaan kiezen in dit menu. Dat kan je allemaal zelf gaan aanpassen. Dus dat staat volledig vol met iedere wereld die aangemaakt is. Dat kan je aan of gaan uitzetten. Nu, ik weet niet dat er standaard al iets in staat in de config file. Daar heb ik niet naar gekeken. Dus mijn excuses. Maar je kan ook per wereld kan je ook een schematic eraan gaan toevoegen. Dus je kan je eigen gebouwen ook er zelf aan gaan toevoegen met behulp van schematics. Wat je maakt met World Edit. Dus dat is ook wel fijn. Je kan er dus zelf dingen gaan bijzetten. Plus, iedere keer als je een aanpassing hebt gedaan in de config en je hebt je eigen dingen hieraan toegevoegd, dan kan je een nieuwe wereld gaan aanmaken met je eigen toegevoegde schematics. Dus als ik hier een schematic heb toegevoegd en ik heb de config file aangepast en ik doe met het commando deze, dit commando met gewoon met dan de naam Nature of Astral ofzovoort, dan wordt die wereld gecreëerd met jouw gebouw, maar ook met de gebouwen van de plugin. En dan zijn we eigenlijk op het einde van deze hele video gekomen. Er is voor de rest eigenlijk verder niet veel aan deze plugin. Het doet alles vanzelf, dus dat vind ik wel heel fijn aan deze plugin. Het zorgt er dus voor dat eigenlijk ja, heel rap een wereld gecreëerd is. Zo kun je heel snel een server maken met eigenlijk alles erop. En je kunt zeggen, ik heb het zelf gedaan. Dus we zijn nu op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een duimpje mochten doen. Raak in één keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat belicoontje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei.